16 april, het liedje van Verlangen. Het bekend Oud-Surinaams liedje 16 april van de zanger Max Wojski, dat dateert uit de jaren 50, heeft zich decennia lang verhuld in een raadsel. Aangezien het liedje jaarlijks rond deze periode op de radio te horen is, roept het elk jaar weer vragen op over de verwijzing naar de datum van 16 april. Wat zou er zijn gebeurd op 16 april in Suriname en in welk jaar is er iets gebeurd? Waarom legt de zanger de nadruk op de datum? Het liedje is op YouTube te vinden. In de afgelopen decennia zijn er verschillende verklaringen gegeven op de radio over het verhaal achter het lied en de verwijzing naar de datum. Van de verschillende verklaringen kan ik me nog twee herinneren. Volgens een van de verklaringen heeft ooit eens op 16 april een bootongeluk zich voorgedaan waarbij enkele slaven het leven hebben gelaten. Ze zouden onderweg zijn geweest naar het Tapanahoni-gebied om goud te delven. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.